Mijn naam is André Perts. Ik ben 30 jaar oud, woon sinds 2010 in Vlaanderen, maar mijn geboorteland is Polen. Sinds juli 2018 werk ik als datamanager in het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, waar ik 3 maanden eerder met een beroepsinlevingsstage, zogenaamde biostage, was begonnen. Mijn weg naar de huidige functie was absoluut niet evident, aangezien ik een zeldzame opleiding heb gevolgd, namelijk academische master instrumentenbouw, die mij trouwens naar Vlaanderen heeft gebracht. Vroeger heb ik tegelijk met mijn studies aan het conservatorium ook IT gestudeerd, maar de eerste studiekeuze was zodanig tijdsintensief dat ik de tweede op een bepaald moment moest opofferen. Toch heb ik de kennis die ik toen verwierf vervolgens zelf verder ontwikkeld en vaak gebruikt in mijn latere carrière. Bij de aanvang van mijn studieperiode heb ik zelfs gewerkt als informaticus en technisch revisor voor een onderwijsadministratie. Mijn latere werkervaring bestaat enerzijds uit praktisch gericht werk in het befaamde atelier Maison Bernard in Brussel, waar ik met de restauratie van strijkinstrumenten bezig was. Anderzijds uit een academisch onderzoekswerk aan de School of Arts van de Hogeschool Gent. In de loop van mijn onderzoeksproject werd ik onverwachts geconfronteerd met de niet-verlenging van de financiering voor mijn project en als consequentie met een vraag over mijn professionele toekomst op langere termijn. Toen dacht ik aan een uitbreiding van mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt door meer gebruik te maken van mijn andere talenten, vooral op vlak van IT. Dankzij de VDAB heb ik de formule van een biostage, dat wil zeggen beroepsinlevingsstage, leren kennen, die me direct aansprak. De stage verleent toegang tot een organisatie waar men in de praktijk kan leren, bewijzen wat men al kan en aftoetsen of de verwachtingen en realiteit met elkaar overeenstemmen. De kleine vergoeding die de stagiair krijgt maakt de zoektocht naar een nieuwe job gemakkelijker. En de werkgever heeft ook een groot voordeel, want die krijgt een unieke kans om een potentiële toekomstige werknemer in actie te zien en heeft alle vrijheid om de stagiair al dan niet aan te nemen in loondienst. Na enkele jaren van mijn beroepsactiviteit merkte ik enerzijds dat leven van een artistieke activiteit alleen niet altijd gemakkelijk is. En het wetenschappelijke werk anderzijds vaak veel opoffering vereist van de eigen vrije tijd en het gezinsleven. Toen ik over een stagemogelijkheid in het team kennisontwikkeling van het departement Cultuur, Jeugd en Media hoorde, wist ik onmiddellijk dat dit een perfecte oplossing kon zijn voor iemand met mijn achtergrond en interesses. Dit was een combinatie van wat ik vroeger heb gedaan, maar in andere proporties. Onderzoek, IT-problematiek, administratief werk in dienst van een door mij geliefd domein en in dienst van de maatschappij. Tegenwoordig wordt er meer en meer gezegd wat onder andere de heer Fons Leroy, directeur van de VDAB, benadrukt, dat de nieuwe generaties vaker van werkplaats zullen veranderen en zich constant moeten bijscholen. Als gevolg daarvan zouden competenties op de eerste plaats moeten komen en diploma's meer op de achtergrond belanden. Ikzelf heb deze tendens jammer genoeg nog niet echt ervaren in mijn eigen sollicitaties, waarin men zich vaak focust op mijn artistieke diploma en een succesvolle carrière als artiest, zonder mijn andere ervaringen, competenties en talenten te zien.
Ik had een frustrerend dubbel gevoel. Ik weet wat ik kan, ik ben gemotiveerd, maar ik kreeg geen kans om dit te bevestigen. Vaak zelfs niet in een sollicitatiegesprek. Dit is radicaal veranderd aan de hand van mijn sollicitatie in het departement Cultuur, Jeugd en Media. Mijn huidige job lijkt in grote mate op de eerste fase van mijn onderzoekswerk aan de Hogeschool Gent, dat voornamelijk uit desk research bestond. De latere fases van het project waren meer praktijkgericht, wat maakt dat ik minder dan nu voor het computerscherm zat. Inhoudelijk maak ik uiteraard gebruik van een ander stuk van mijn kennis, maar de methodiek van de systematische werkwijze, overleggen, beslissingen nemen, onderzoek uitvoeren, blijven zeker gemeenschappelijk. En, last but not least, ik ben nog steeds werkzaam in de cultuur-erfgoed gerelateerde context. De stage was bedoeld om zoveel mogelijk te proeven in het team waar ik was beland, namelijk het team kennisontwikkeling. De werkomgeving sprak me direct aan door de goede sfeer, focus op het onderzoek en door de creativiteit. Ik heb de kans gekregen om enerzijds veel te leren, anderzijds om in de praktijk te kunnen bewijzen wat ik kan en welke rol ik kan spelen in het team. Toen er een vacature verscheen voor data manager in ons team, heb ik niet lang gewacht om deze kans te grijpen, omdat ik in het takenpakket op verschillende vlakken een voortzetting zag van mijn taken als stagiair. In de sollicitatiefase werd ik op dezelfde manier behandeld als andere kandidaten, maar het feit dat ik ervaring had opgedaan, was zeker een pluspunt van mijn kandidatuur. Daardoor voelde ik mij ook meer zelfverzekerd. Uit de procedure ben ik als beste kandidaat uit de bus gekomen en op 1 juli ben ik officieel gestart als data manager in het departement Cultuur, Jeugd en Media. In eerste instantie wens ik verder te groeien in mijn huidige functie. Dit vraagt van mij veel energie en doorzettingsvermogen, omdat ik mezelf op twee vlakken moet aanpassen, inhoudelijk en qua bedrijfscultuur. Maar dit is ook juist wat ik heb verlangd, een uitdagende job. Aangezien ik zeer tevreden ben met deze ambitieuze stap in mijn carrière, zal ik gelukkig zijn wanneer ik zo lang mogelijk in dienst van de maatschappij mag blijven werken. Wie ben ik om advies aan specialisten in hun domein te geven? Ik besef dat de job van een selectieverantwoordelijke niet eenvoudig is. Je moet op basis van beperkte informatie een beslissing nemen over iets wat zowel de toekomst van de sollicitant bepaalt als voor een stuk ook van de organisatie. Ik kan alleen maar zeggen, durf interessante mensen aan te nemen, die misschien niet helemaal binnen het kader passen, maar potentieel hebben en creatief zijn. Ze zullen je niet teleurstellen. Dat zijn vaak de kandidaten die out of the box kunnen denken en veel vernieuwende ideeën in de organisatie kunnen brengen. De formule van de biostage vormt een perfecte gelegenheid om zo'n mensen kansen te geven. Uiteindelijk is dit een win-win situatie. Niet waar? Thank you.